achteruit inkomen met gestrekt been door Rosicki. Geel. Onder het bereik van Oino. Leonardo niet. Raza. Van Oino belaagd. Natuurlijk belaagd door Wurns. Het is voor de neus van Marwijk die zich daar druk over maakt. En als dan Eva Nilsson zich meldt, denkt Van Hooydonk waarschijnlijk dat het Wurms was. In eerste instantie. Want die wint zich op tegen de verkeerde. En Wurms zelf staat nu ook als in een soort mislukte gymnastiekoefening op handen en voeten. Is daar ook niet helemaal okselfris uitgekomen. Leonardo mag door met Eva Nilsson. Leonardo, Eva Nilsson. Braziliaans duel. Beslist met een hoekschop voor Feyenoord. De eerste van de wedstrijd. Bijna op driekwart. Feyenoord houdt drie man achterin. Nu gaat er één. Dat is Van Wonderen ook mee naar voren. Gian en Raza blijven verdedigen. Leonardo bezorgd. Leeman heeft de bal. Leeman even naar het rechteroog, naar de rechteroogkast grijpend. Enige veld die alles een UEFA Cup won met Schalke. Aansluiting door Rosicki, Koller, bal passeert Rieke. Rosicki kwam rechtstreeks uit Praag. Koller kwam via België, via Lokeren en Anderlecht bij Borussia Dortmund. Koller. Addo. En nog eens Addo, geboren in Hamburg. Maar Ghanese nationaliteit. Koller laat de bal lopen. Amoroso komt er niet uit. Van afstand geschoten. En goed geschoten door Eva Nilsson. Hier is Eva Nilsson weer. Het is knap van Borussia Dortmund dat het met deze verhoudingen op het veld met een man minder Feyenoord nog zo onder druk krijgt. Overtreding Onno. Rosicki zoekt zijn landgenoot Koller, maar daar was toch niet al te groot Guillaume met winst tegen Koller. Thomasson. Raza. Leonardo. Onderuit gehaald door Eva Nilsson. Wissel aan de Duitse kant. Rieken, een favoriet van Sammer. Ze sliepen samen in hun actieve carrière nog wel eens samen op één kamer in trainingskampen. Maakt plaats voor Heinrich.
Koller en Van Wonderen. Bosveld. Koller laat zich niet opzij zetten. Wel is de bal uit. Meer dan 100 kilo bij die 2 meter 2. En dan nog schoon aan de haak. Kalou. Overname door Heinrich. Van Wonderen, Raza. Ono. Thomasson. Raza. Leonardo. Leonardo wil uiteraard zelf, dat is begrijpelijk. Van Oido. Leonardo hield gelukkig zijn ambitie in en paast op Van Hooydonk. Nog 20 minuten of zo en dan mag hij, de voorzitter van de UEFA, voor nog 4 jaar de UEFA Cup uitreiken. Bosveld, Rosicki. Power. Evan Nilsson gooit. Amoroso. Koller kan er niet bij. Van Oido. Ono. Leonardo. En Evan Nilsson. Dian. Koller. Addo. Dede. Zo spelen die vleugelverdediger het liefst. Hoekschop via Van Wonderen. Offensief zoals Evan Nilsson en Dede doen. De situatie in de wedstrijd laat Borussia natuurlijk ook geen andere keus. Wurns is mee voorin. Rosicki natuurlijk de aangever. Zoetewier. Dede weer. Zoetebier. Het lijkt van Feyenoord kant raadzaam om iets meer aandacht aan Dede te besteden. Dat hoeft niet per se door Kalou die hier aan de bal is. Kalou. Met versnelling tegen Wurns. Die houdt zich staande. En dan is het een overtreding door Kalou. Vrije schop Borussia. Maar Dede is echt middenvelder aan de Duitse kant geworden. Omdat hij nu Heinrich in de rug weet. Hier is hij weer. Hij is de aanjager van Borussia Dortmund. Alleen is het vervolg niet goed en bovendien trapt Amoroso daarbij in de grond, zo lijkt het.